Het bordje krijg je van me terug, hè? Ja, dat is goed. Ik denk in de brievenbus. Ik ben Soufyan Coach. Ik ben 29 jaar. Jullie zijn in Wees. Ik studeer rechten. En ik wil dit jaar mijn bachelor afronden. En daarnaast werk ik parttime bij Woningnet. Ik woon hier nu 8 jaar in Wees. Ik kom zelf uit Almere. Het is een gekleurde wijk. Best wel veel nationaliteiten. Vooral zomers en midden lente zie je heel veel kinderen. En wat oudere mensen die naar buiten komen. En die gezellig een praatje met elkaar houden. Dag buurman. Hey, goeiedag. Goeiedag. Ik heb wat lekkers voor je. We zijn inmiddels 2 weken bezig met de Ramadan. En het gaat eigenlijk super goed. De eerste week was moeilijk. Vooral de eerste paar dagen. Vooral geen koffie drinken. En de nachten die zijn heel erg kort. Omdat we in de nacht ook veel aan het bidden zijn. En de Ramadan staat ook in het teken van barmhartigheid. En care om je naasten. En het voedsel dat je eet, om dat te gaan delen. Dankjewel. Graag gedaan, man. Super. Dit is een speciale gozer voor mij. Hij komt altijd aan de deur wat vragen. En als ik hem kan helpen, dan doe ik het. Nou, ik denk dat het voor een ieder eigenlijk... dat er een periode moet zijn, dat er een reminder is van... dat je niet alleen op de wereld bent. En dat je best wel even mag omkijken naar de mensen om je heen. Hij heeft een computer en die heb ik niet. En als ik wat aan hem vraag, dan doet hij dat gewoon voor me. Dat vind ik gewoon echt super. Was het maar in de hele straat zo. Ja. Maar wat niet is, kan nog komen. Nou, eten kan je makkelijk weggeven, hè? En dan kan je ook iemand blij mee maken. Maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld als iemand in financiële nood zit en je helpt diegene. Of je helpt iemand met iets anders wat je kan delen. Dan wordt het alleen maar aangespoord in de islam. Top, gozer. Oké. Okay. Fijne avond verder. Yes, doei doei. Doei doei. Doei doei. En wachten tot het donker is. Ja. Maar ik ga er aan beginnen, hoor. Van mijn geloof mag het. We gaan nu naar mijn zus toe. Die heeft me uitgenodigd voor de iftar voor vanavond. Ja, ik ben heel blij dat ik familie heb om me heen. Om het vaste mee te verbreken. Omdat ik er niet aan zou moeten denken om nu alleen thuis te moeten zitten. Hey, Shaiko. Salam. Was goed? Het is zover. Ja. We gaan aan tafel. Mag jij soep komen? En het voordeel van op bezoek gaan is dat je zelf niet hoeft koken. Als je dan weer terugvalt op je oude patroon, heb je altijd nog de volgende Ramadan. Dat je er weer aan kan werken. Dus het is een continu proces. Je raakt heel snel weer in de sleur. Van, je ziet elkaar wat minder, hè, omdat je hoeft niet met elkaar weer het vaste te verbreken. En je moet je echt bewust van zijn dat je dan dingen doorbreekt, bepaalde patronen. Ja. Of dat je de nieuwe dingen die je hebt geleerd, dat je er ook echt vasthoudt. Ja. De Ramadan heeft zijn naweeën, dus na de Ramadan zul je ook wel zien dat mensen toch wel het patroon van de Ramadan aanhouden. Omdat ze toch een maand lang continu naar bezig zijn geweest met het vrijgevig zijn, het openstellen naar anderen toe. Dus het zal zeker wel naweeën hebben. Maar het komt wel neer, denk ik, op standvastigheid en geduld om het het hele jaar door te trekken. Er is een gezegde in de islam dat vrijgevigheid iets moois is. En dat het niet per se hoeft te betekenen dat je het voelt in de portemonnee. Of dat je er armoediger van wordt. Sterker nog, je voelt je er beter door. Ja. Want goede daden, daar trekken mensen hun voldoening uit. En ze voelen zich daar automatisch goed door. Kijk maar op straat, als je bijvoorbeeld iemand helpt met de boodschap tillen. En degene is je dankbaar voor. Wat voor gevoel dat je daarna geeft. Dus kortom, wie goed doet, goed ontmoet. Ja.